Hoi, ik ben Diederik Verschilfout, ik ben 23 jaar en ik rijd dressuur. Nou, om heel eerlijk te zeggen, ik vond er vroeger helemaal niks aan. Als klein jongetje vond ik showvos en graafmachines veel leuker. Alleen op een gegeven moment had ik vakantie en toen verveelde ik mij en toen zegt mijn vader van nou, misschien ik heb nog een jong beestje staan, ga er maar wat mee doen. En zodoende ben ik het eigenlijk leuk gaan vinden en van elke dag een appeltje brengen naar rijden. En toen ineens ging het eigenlijk heel snel. Mijn doel van het komende jaar is dat ik in het A-kader kom bij de senioren. En daarvanuit gaan we weer verder kijken. Over 5 jaar zie ik mezelf, althans dat hoop ik, in de top bij de senioren. En ik hoop een EK, WK of Olympische Spelen gereden te hebben. Ik moet het Rabotalent van 2012 worden, omdat ik denk ik heb bewezen dat ik met verschillende paarden overweg kan. En dat ik ook moeilijke paarden naar een niveau kan brengen en ze beter kan maken.